De gemeenteraad van Altena is weer terug van het zomerreces en de eerste raadsvergadering heeft hier plaatsgevonden. We vroegen een aantal fractievoorzitters welke onderwerpen volgens hun het komende half jaar de agenda gaan domineren. Nou, er ligt een sowieso natuurlijk dat, maar dat is niet helemaal politiek, maar dat is te zorgen dat onze nieuwe burgemeester een goede ingang zal krijgen in onze gemeente. Als je het hebt over een politiek punt, dan denk ik toch vooral aan de financiële positie. Er liggen best uitdagingen liggen er vooral op het financiële vlak. Als je kijkt naar de tekorten, die zijn natuurlijk landelijk ontzettend opgelopen voor wat betreft de jeugdzorg. Wij zijn altijd gewend om een financiële gezonde positie te hebben in de oude gemeente Werkendam, waar ik uit afkomstig ben. Dat wordt ook wat ons betreft ook het belangrijkste item voor het komende half jaar, ook bij de begrotingsbehandeling straks. Vandaag Prinsjesdag, de Rijksbegroting is gepresenteerd. Heeft dat voor jullie als raad nog nieuwe inzichten gegeven? Een heel belangrijk punt wat wij als SGP in ieder geval buitengewoon belangrijk vinden, is dat het politieapparaat ook belangrijk wordt uitgebreid. En wij vinden ook vooral in de landelijke gebieden, zoals Altena dus ook is, je ziet dus dat de sterkte van de politie vaak naar de grote steden gaat, hier naar Breda bijvoorbeeld. Dus wij hopen ook dat die uitbreiding die het kabinet nu heeft beloofd, dat het ook voor de landelijke gebieden ook soelaas gaat bieden. Ja, ik denk dat de regionale energiestrategie, daar moeten wij voor het einde van dit jaar moeten wij als gemeente aangeven hoe wij dat in gaan vullen richting de provincie en richting West-Brabant. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp wordt waar ook heel veel tijd in gaat zitten. En wat zijn dan de punten waar de ChristenUnie op gaat inzetten? Nou ja, wij hebben in die zin afwachtende houding. Maar goed, hoe gaan we met zonne-energie, gaan we met windenergie, hoe gaan we met warmte, hoe gaan we die taakstelling die wij hebben, hoe gaan we die invullen? Ja, en het college en de coalitiepartijen zijn aan zet en wij wachten dat in spanning af. Nou, als het in ons als VVD ligt, willen we extra aandacht gaan vragen op het gebied van veiligheid. Er komt ook een mooi veiligheidsplan in de gemeenteraad. Past precies in ons straatje. Wij vinden dat er op het gebied van veiligheid nog heel veel kan gebeuren in Altena. Als je het belangrijkste speerpunt binnen dat thema, dan is het drugsgebruik. En dan vooral onder jongeren. Daar moeten we echt een vuist tegen maken als politiek. Daar moet iets aan gebeuren. Wat is dan als VVD het wensbeeld op het drugsbeleid van de gemeente Altena? Nou, je hoort heel veel dat er ingezet wordt op preventie. Ik denk dat dat ook goed is. Dat mensen de vraag wegnemen, zodat het aanbod ook minder kans van slagen heeft. Maar ik denk dat we als gemeente zijn ook juist heel hard moeten inzetten op het aanpakken van het aanbod. Dus mensen die geld verdienen met het verspreiden, het maken, het opslaan van drugs binnen dit gebied, die moeten weten dat ze hier niet welkom zijn. En daar moeten we als gemeente iets aan doen. Ja, dat is op zich nog best wel lastig, maar er zijn natuurlijk wel een paar die eruit springen. Ik denk aan de omgevingsvisie, we hebben het daar al eerder over gehad, maar dat moet steeds verder ingevuld worden en dat wordt steeds concreter. En daar krijgen we toch heel veel mee te maken, ook als inwoner van Altena. En dan hebben we natuurlijk ook de energiestrategie, de opgave die we steeds gedetailleerder in moeten gaan vullen van wat kunnen wij nou hier in Altena en wat willen we en wat moeten we soms zelfs. Dat is ook een belangrijk punt en ik denk dat dat ook wel leeft. En steeds meer gaat leven, ook in de raad. En in het najaar hebben we natuurlijk altijd de begroting. Nou ja, daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen, denk ik. Over voorkeuren en waar gaan we ons geld aan besteden. Tijdens deze eerste raadsvergadering na het zomerreces werd ook Jada Boegholts beëdigd als tijdelijk raadslid. Zij vervangt Tineke Zaal, die met een verlof is in verband met haar zwangerschap. We vroegen Jada hoe ze het nu vindt om beëdigd te zijn als raadslid van de gemeente Altena. Ja, heel gaaf natuurlijk, maar ook tegelijkertijd heel erg onwerkelijk. Altijd al politiek betrokken geweest? Niet altijd. Ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de maatschappij en alles wat er in het leven beweegt. Eigenlijk door mijn studie, social work, ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de politiek en wat ik daar allemaal mee kan doen. En de voorzitter zei al, je brengt de gemiddelde leeftijd heel erg naar beneden. Wat kan jij als jongste raadslid dan hier bijdragen dan? Ja, ik hoop meer invloed van jongeren natuurlijk. Ik hoop hun meer te bereiken en hen ook een mede stem kunnen geven. Vaak wordt politiek door jongeren nogal als saai bevonden en ik hoop jongeren toch meer te kunnen prikkelen om politiek actief te worden en daar steeds aan bij te kunnen dragen. Dus mogelijk bij de volgende verkiezingen zien we jou op de lijst staan? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Daar ga ik wel voor strijden natuurlijk. Ja.
Bij deze eerste raadsvergadering werd een portret van koning Willem-Alexander onthuld. Deze hing al eerder in de raadzaal van de gemeente Werkendam, maar moest op maat gemaakt worden voor de nieuwe raadzaal. Verder had mevrouw Van der Tol van Burgerstem Altena een motie ingediend over verstrekking informatie van college voor raadsleden. Het bleek snel dat de motie geen steun zou vinden in de raad en mevrouw Van der Tol heeft deze motie daarom ook ingetrokken.